gaan vandaag met twee boten gevuld met bloemen, planten en groenten naar het Huis op de Waard varen. En de bedoeling is dat we die daar aan de bewoners gaan uitdelen. En dat gaan we nu voor de derde keer doen. En wie levert deze spullen aan? Dat zijn leden van LTO Glaskracht, dat is de land- en tuinbouworganisatie. En ik ben daar zelf ook werkzaam, ik ben daar netwerkcoördinator. En ik heb deze mensen bereid gevonden, deze bedrijven, om dit te sponsoren. Het is uit een weddenschap een x-aantal jaren geleden ontstaan. Toen werkte ik nog bij Flora Holland. Toen heb ik een weddenschap afgesloten met Fons de Lemarre, toenmalig woordvoerder van de gemeente Leiden. En dat ging over bloemen. Uiteindelijk heb ik de weddenschap gewonnen, maar hij zou van mij een pallet bloemen krijgen op het moment dat ik het niet goed zou hebben. En uiteindelijk hadden we gewoon afgesproken, nou, wat doen we met een pallet bloemen? Laten we die aan de bewoners op het Huis op de Waard geven. En zo is het eigenlijk van kwaad tot erger gegaan. Hebben we de Leidse Rederij ook bereid gevonden om mee te helpen. En ja, zoals je nu eigenlijk om je heen kan zien, is het nu eigenlijk het grote spektakelstuk, het sluitstuk eigenlijk van drie keer doen met een viswijvenkoor, een barbecue straks, één groot feest voor de bewoners van het Huis op de Waard. And you swore that we never would part, but the link in the chain has been broken. We zijn onderweg. We gaan naar het Huis op de Waard. Nog een klein stukje door het centrum. En, het ziet er prachtig uit. Het is fantastisch. We hebben rozen aan boord. Freesia's, cyclamen, calangelee, spatafilum, tomaten, komkommers, appels, hedera. En dat was hem, ja. Ik verwacht heel veel blije gezichten op de kade straks van de bewoners van het Huis op de Waard. En het wordt gewoon een leuk feestje voor die mensen. Ik vind het overweldigend. Het is zoiets ontzettend moois. Dat we zijn eigenlijk net pas goed geland hier in Leiden. Het huis is verbouwd, er is een stukje nieuwbouw is er gepleegd voor 80 mensen die in de WLZ zitten. We zijn eigenlijk sinds eind mei zijn we terug. En we werden toen ook al direct gebeld door de Leidse Rederij van goh, wij willen jullie verrassen. En ik heb gezegd, ja, welkom. Nou, en nu het moment ook daar is, is dit ook zo een prachtig welkom. De tuin, zoals je ziet, is nog niet klaar. Maar deze bloemen en planten, die doen het. Maar ook de aandacht voor de bewoners. Iedereen die zit er heerlijk bij. En ja, dit is een evenement wat ze echt nog lang zullen heugen. Erg gezellig. En de muziek vind ik ook heel goed. Ja, hartstikke leuk. Maar ja, we gingen vroeger al zingen, hè? Fantastisch. Reuze goed gebaar. Ik denk dat de kracht van dit soort acties is dat je het niet ieder jaar doet. Maar dat we hebben nu ook een tussenpoze van ruim 7 jaar gehad. In 2010 was de laatste keer, nu is het 2017. Laten we gewoon over een x-aantal jaren weer eens gaan kijken. En misschien dat we nog wel eens een keer een ander huis pakken, wie weet.